Welkom weegschaal bij jouw kaartlegging. We gaan vandaag een kaartlegging doen waarbij dat we gaan proberen te weten komen welke persoon in de komende periode een rol van betekenis gaat spelen. Eventueel jouw steun en toeverlaat gaat zijn. Eventueel een nieuwe vriendschap. Ja, bedenk het zelf maar. En een eerste persoon van betekenis voor jou zou kunnen zijn een tweeling. En zij zijn heel sterk in het redeneren van dingen. Nadenken over zaken. En dat is iets wat weegschalen ook graag doen, hè. De zaken van verschillende standpunten bekijken. Daarover is luid op redeneren met een andere persoon, is nadenken hoe dat het allemaal in elkaar zou kunnen zitten. En dan zou eventueel een tweeling een fijne gesprekspartner kunnen zijn. Een tweede persoon van betekenis voor jou zou een steenbok kunnen zijn in de komende periode. En een derde persoon, terug een steenbok, dus ik denk dat de kans groot is dat er eventueel een steenbok in de komende periode belangrijk gaat zijn voor jou. En die zijn dan heel goed in het zien van mogelijkheden. Stel dat je ergens in vastloopt, dan kan je een steenbok even aanspreken, de situatie uitleggen en eventueel vragen van, ja, kijk, ik zie het niet meer. Zijn er mogelijkheden die jij wel ziet? Anderzijds, als er iets praktisch moet uitgevoerd worden, dan kan een steenbok daar zeker jouw tips geven of zelfs bij helpen, hè, om die dingen te realiseren die voor jou liggen. Zo, dit was jouw lezing. Ik wens je nog een prettige dag.